Waarom is de regio Food Valley interessant voor ondernemers, ja. Angelique? Ja, en dan vooral voor als ik niet in de food zit. Waarom zou regio Food Valley dan voor mij interessant zijn? Ja, als je adviseur bent of als je een productiebedrijf hebt. De metaal en wat heb ik dan met food? Nou, het is als ondernemer denk ik wel heel prettig om in een ambitieuze, ondernemende regio te zitten. En het feit dat de 8 gemeenten van regio Food Valley de handen in één hebben geslagen om bestuurlijk het verhaal op de kaart te zetten, dat is goed. Want daarmee is regio Food Valley wel op de kaart gekomen in Den Haag, bij de provincie en in Brussel. En dat kan allemaal voor ondernemers ver van hun bed zijn. Maar de effecten daarvan zijn wel interessant. Het betekent wel dat er aandacht deze kant op komt naar deze regio. En dat er ook fondsen deze kant op komen. En dat geeft wel economische impact. En maar die fondsen zijn natuurlijk wel food georiënteerd. Of? Niet altijd. Nee? Het kan natuurlijk ook met infrastructuur te maken hebben. Ja, precies. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Of qua locaties of dat soort zaken. En het is voor een ondernemer denk ik wel interessant om in zo'n ambitieuze en ondernemende regio te zitten. Dan een regio die zegt, nou ja, weet je, we zien het wel gebeuren. Ja, precies. Bij wijze van spreken. Ja. Dus er gebeurt veel. Er komt ook veel op ons af. Hè. Er komt binnenkort ook weer een buitenlandse delegatie hier kijken. Met enige regelmaat komt bij de WUR natuurlijk het een en het ander aan buitenlandse delegaties binnen. Ja. En dat heeft natuurlijk allemaal straks ook alweer spin-off. Ook naar bedrijven die niet in de food zitten, maar toeleveranciers zijn of op een andere manier daarbij betrokken kunnen zijn. Dus dat is voor iedereen interessant. Zo'n regio. Nou, kom ik zelf uit Eindhoven en ik heb het hele Brainport-verhaal van heel dichtbij meegemaakt. Ja. Ook vanuit de businessclubs daar. En daar zie ik inderdaad ook die effecten van het wij-gevoel. Ja. En het duidelijk, zeg maar, extern kunnen profileren dat zijn vruchten afwerpt. Dat klopt. En dat zie ik hier nou ook weer gebeuren. Ja, dat klopt. Ja. In mijn adviesperiode heb ik inderdaad ook bij Eindhoven geadviseerd rondom die hele Philips campus. Ja. En dat je ziet, het heeft wel zijn aanloopperiode nodig. Sowieso. Geef het tijd. Maar dit wordt echt iets groots en moois. Ja. Regio Food Valley, ja. Het vliegwiel is op gang gekomen. Vind ik wel, ja. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Ja. We gaan feest vieren. Hier komt Mark Ronson met Bruno Mars Uptown Funk.